En Marten Droon, gefeliciteerd. Je hebt zojuist een contract getekend voor 3 jaar bij Heerenveen. Kun je deze keuze uitleggen? Allereerst dankjewel. Het lijkt me duidelijk dat Heerenveen een prachtige club is. Stabiel, altijd meedoen in het linkerrijtje om Europees voetbal. En een hele belangrijke stap denk ik voor mij in mijn ontwikkeling. En ik denk dat ze daar mij heel goed bij kunnen helpen. Heeft dat ook de doorslag gegeven om voor Heerenveen te kiezen uiteindelijk? Ja, nou, ik heb wat dingen tegen elkaar afgewogen. Maar het vertrouwen wat uit Heerenveen sprak, dat heeft gewoon in zijn totaliteit een doorslag gegeven. En het is een mooie club, dus kan alleen maar heel erg verheugd zijn. Wat voor type speler ben je? Ik ben een middenvelder, wat verdedigender dan aanvallend. Veel ballen afpakken, maar daarnaast ook wel voetballend graag naar voren spelend. Ik hoop dat ik hier mijn steentje kan bijdragen op het middenveld. Het is een speler met ongelooflijk veel loopvermogen. Het is een jongen die graag van achter de bal speelt, controlerend speelt, goed kan voetballen. Wat ik al zei, veel loopvermogen. Een echte teamspeler, ook niet onbelangrijk. Iemand die altijd de organisatie bewaakt. Zorgt dat als er mensen vertrekken, een linksback, een rechtsback, dat soort mensen, of een centrale verdediger, dat de posities bezet zijn. Ik denk dat heel waardevol kan zijn voor Heerenveen. Wat is je eerste indruk? Vandaag was niet de eerste keer, ik ben hier wel vaker geweest, maar ja, het is een prachtig stadion. Prachtige club, veel mensen die ermee bezig zijn, het is altijd uitverkocht. Ik ben gisteren bij veel mensen op bezoek geweest rondom het stadion, zoals Fysio, en dat is allemaal heel erg betrokken. Ik denk dat dat wel een indicatie is voor deze mooie club. Heeft Marco van Basten ook een rol gespeeld bij het aantrekken van Marten Droon? Nou, we hebben uiteraard wel contact gehad met Marco, ook over de speler Marten Droon. Hij heeft hem ook persoonlijk even gesproken. Op de dag dat Marten hier was voor een gesprek, was Marco hier ook. En konden ze ook gelijk even kennis maken. Maar in principe is het zo dat de spelers in basis vanuit de scouting komen. Maar we overleggen uiteraard met de trainer, omdat hij ook het komende jaar ermee moet werken. Ik heb hem even kort gesproken, ja. Was geen lange ontmoeting, maar even handen schudden en weten wie ik ben en wie hij was. Nou ja, dat was niet zo moeilijk voor mij, maar het was inderdaad even een leuk onderrondje en ik kijk met plezier naar uit om daar met hem te gaan werken. Hij wilde jou graag hebben? Het contact was al voordat Marco van Basten was aangesteld, dus de club wilde mij heel graag hebben. Ik denk dat ze Marco ook wel hebben gevraagd en die zou mij ook wel graag willen hebben, denk ik, ja. Speelt de trainer dan ook een rol voor jou in de keuze voor Heerenveen? Het was niet de belangrijkste keuze. Of de belangrijkste rol die hij speelde, maar dat is wel iets wat erbij komt. Ik denk dat het een trainer is die graag wil voetballen en dat wel bij mij past. Krijgt Marten hier ook de kans om zich te ontwikkelen? Nou, dat is wel de bedoeling. Wij hebben heel uitvoerig met hem gesproken over wat wij in hem zien en wat wij goed aan hem vinden, wat we denken aan hem te kunnen verbeteren. Daar had hij een heel goed gevoel bij en wij gaan gezamenlijk de komende 3 jaar aan zijn ontwikkeling werken. En als die goed verloopt, is dat ook succesvol voor Heerenveen. Vanavond het volkslied maar even leren tegen Ajax. Ja, ik ga zeker even kijken en ik zal kijken of wat regels mee kan zingen. Tot slot, heb je er zin in? Ik heb ontzettend veel zin in. Kijk er met smag naar uit.